Nou, om heel eerlijk te zijn, ik zou hem niet kopen. Hij zit namelijk vol met deuken, krassen. Het glas is een beetje beschadigd. En zoals hij er van buiten uitziet, ziet hij er ook van binnen uit. Het is eigenlijk gewoon een hele smerige oude bus. We lopen even naar binnen. Hier heeft Bono van de band U2, daar is de bus van geweest, zijn behoeftes gedaan. De wc. En dan loop ik verder naar binnen en daar zit dan de nieuwe eigenaar. Jervin Tonneman. Jervin, hoe ben je in... Godsnaam, aan deze bus gekomen. Nou, vier een tip. Wij hebben, we zitten al over een linkshelikopter en over een trein, een tram en een, een vliegtuig voor overnachtingen. Ja, dit was uh, perfect en dat past ook heel goed op, op, op onze camping. Ja, we, en... we, we zitten nu in de woonkamer, de bloemetjes hangen er nog. Ja. Ja. Be beeldjes in. Wat zou hier nou allemaal gebeurd kunnen zijn? Het is een ruige rockband. Ik denk het wel, maar ik zou het niet eens willen weten. Je wilt niet <laughs> weten wat hier gebeurt. Nou, kan me iets bij voorstellen, dat laten we aan de verbeelding van u thuis over. Ondertussen. Lopen wij dus door die oude tourbus van YouTube? Dit de keuken waar ongetwijfeld een paar drankjes in gezeten hebben. Hier heeft misschien Edge, de gitarist, wat gepingeld op zijn gitaar. We lopen door het slaapcompartiment in. Zes plekken voor zestien mensen, acht stapelbedden. Hij heeft dus de band ingeslapen en ik kan me zo voorstellen de tour manager. En noem allemaal maar op. Um, ja, ik neem even plaats. Jervin, hij is nu nog heel erg smerig. Klopt. Je gaat hem schoonmaken, neem ik aan. Ja. Wat ga je nog meer doen? Ja, klopt. Nou, het is voor ons ook tamelijk nieuw. Uh, wat we willen gaan doen, we willen maken ingezet voor zes personen. En we willen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk proberen uh, om zoveel mogelijk uh, originele youtube uh, ja, producten te zien te verkrijgen. Dus als het naar Ierland dat maakt het op zich ook niet uit. U2-producten, uh, wat zijn dan stickers en dergelijke? Ja, stickers, LP's. En waar uh, Nee, heb ik gezegd, we moeten het heel diep verdiepen. Maar we willen eigenlijk wel zoveel mogelijk in de stijl van YouTube 2 uh, terug gaan brengen. Ja, en dan kan je hier dus straks in slapen. Met hoeveel personen? Zes personen. Zes personen ja. kunnen hier straks dus slapen in het bed van UTO vanaf volgend campingseizoen. Maar ja, ik doe het nul vast. Het bedje van UTO, ik duik er lekker in. Wel rusten. Slaap lekker, Joris.